Wat is een trauma? Er zijn veel mensen die denken dat ze een trauma hun hele leven lang mee moeten nemen. Er zijn heel veel behandelingen, lange trajecten die ingezet worden bij trauma. En dat hoeft helemaal niet. Want als mensen niet vertellen over hun trauma, over het hele verhaal, kunnen ze het toch gaan verwerken. Hoi, ik ben Ingrid Stoop. Ik ontwikkelde een kortdurende, doelgerichte coachinginterventie die werkt bij het verwerken van onder andere trauma's, angsten en onverwerkte emoties. Ik vertel je er graag meer over. Wil je de nieuwste ontwikkelingen en inzichten? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Een trauma is een ingrijpende gebeurtenis. Iets wat ooit is geweest in het leven, waarbij je nu nog steeds een interpretatie hebt van dat ene moment wat toen geweest is. En dat ene moment wat je nog herinnert, dat is die milliseconde die nu nog steeds op je netvlies staat. Dat plaatje, er komt ook nog een geluid bij, een gevoel, misschien een reuk en een smaak en een gedachte. Dus een trauma is een ingrijpende gebeurtenis die geweest is in het verleden, waar je nu nog steeds last van hebt. Ik zal een voorbeeld geven. De militair was op uitzending geweest samen met zijn collega's. En natuurlijk maak je daar heel veel momenten mee. Leuke momenten, minder leuke momenten. Maar er staan wat van die momenten, van die fragmenten, staan nog op zijn netvlies. Dan wordt hij 's nachts meer wakker. En hij sliep gewoon heel erg slecht. Want steeds weer kwam dat ene beeld van dat ene meisje naar voren. Hij heeft me niet verteld precies wat dat beeld was. Maar toch had hij daar zo zijn eigen plaatjes en zo bij. En dat ene plaatje, dat staat in zijn lange termijn geheugen, staat het opgeslagen in zijn eigen brein. Dus toen heeft hij daar zelf de lading afgehaald, heeft het geneutraliseerd en vervangen onthouden. Want zijn collega's die bij diezelfde situatie geweest zijn, hebben een ander plaatje. Andere geluiden en gevoelens en gedachtes. Die fragmenten die je zelf hebt onthouden, daar heb je zelf alleen de regie over. Je bent de enige die daar wat mee kan. Dus, een trauma is een ingrijpende gebeurtenis die geweest is in je leven en daar heb je nu nog steeds dat ene beeld, geluid, gevoel, reuk, smaak bij gedachten bij. Dus als je daar de lading afhaalt, neutraliseert en vervangt, wordt het weer een kaal feit. Daarom heb ik het verhaal ook niet nodig. De klant heeft zelf de regie.